De Innovation Fair, die het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie vrijdag in Ikeri organiseerde, heeft grote aandacht getrokken van jongeren in het district. Een groot aantal studenten van de scholengemeenschap Nikeri, SGN, gaf gehoor aan de uitnodiging en toonde grote belangstelling voor wat op de beurs gepresenteerd werd. Het ministerie wilde met deze activiteiten aantonen dat de landbouwsector en de industrie met technologische innovatie efficiënter en kostenbesparend kunnen ondernemen. Deze beurs was verder een platform voor organisaties om onderling te netwerken en een samenwerking aan te gaan met verschillende onderwijsinstellingen en de industrie. Vertegenwoordigers van de universiteit en andere hogescholen met wie het ministerie samen de beurs heeft georganiseerd, hielden presentaties over hun perspectieve organisaties en hun huidige activiteiten op het gebied van technologische innovatie. Ter afsluiting van de Innovation Fair is er een bezoek gebracht aan de zonne-energiecentrale van de energiebedrijven Suriname in Ikeri, waar uitleg is gegeven over het totaal opgezette innovatiesysteem.